Hij zegt, ik kom thuis en iedereen is dood. Hij zei, in mijn leven ben ik altijd van alles de dupe geweest. Met zijn karakterstructuur is altijd de ander de schuld, hè? De meeste moordenaars in onze gevangenissen hebben één enkele moord gepleegd. Eenmaal op vrije voeten begaan ze zelden opnieuw een moord. Maar er zijn uitzonderingen. In deze aflevering reconstrueren we het verhaal van Jan Kouwberg. Zijn leven is een aaneenschakeling van een gewapende overval, moordpogingen, verschillende moorden en gelukkig ook vele jaren achter de tralies. Op 22 februari 1979 krijgt de politie van Schoten een telefoontje van een radeloze man. Bij zijn thuiskomst trof hij zijn vrouw dood aan op de sofa. Ik was officier van wachtdienst. Ik ben dan ter plaatse gegaan in de Van Beethovenlijn. Ik betrad de woning. En vlak voor mij, in de badkamer, allemaal bloed. En daar lag een kat. Die kat was bij mijn gedacht tegen de muur geslagen. Ik keek naar links, daar was de living. En ik keek naar binnen en ik zag daar een tafel staan met een tas thee en een bord met een boterham op. Het was zo waarschijnlijk dat iemand zijn eten had moeten onderbreken omdat er gebeld werd. Verder op de divan lag daar het naakte lichaam, dode lichaam van Yvonne Smits. Paul Michielsen had zijn echtgenote gevonden onder een deken. En dan haar hoofd, dat was bedekt met de blouse. Het slachtoffer, de 19-jarige Yvonne Smits, was pas getrouwd en had net een dag voordien vernomen dat ze zwanger was. Verder lagen ook nog een hoop kledingstukken. Ik zag dat die ook vol bloed waren. Ik deed mijn verder onderzoek en ik ging aan de bewoners horen of zij iets gezien hadden. De een van de buren zegt tegen mij, ja, ik was aan het eten en ik zag daar een man komen die ik kende als een oud gebuur van Michielsen, de genaamde Jan Kouwberg. En die zette zijn fiets daar tegen de muur en die is komen bellen. Dat gebeurde wel meer dat die er kwam. Dat werd mij verteld door twee getuigen. Buurman Jan Kouwberg is dus als laatste gezien op de plaats van de misdaad. De agenten gaan diezelfde nacht nog bij hem langs. De verstandhouding tussen de echte leden Michielsen en Kouwberg was goed te noemen. Dus wij gingen naar Kouwberg als de laatste getuige. Wij belden eraan. Er werd geen gehoor gegeven. We klopten op de rolluiken. Daar werd geen gehoor gegeven. En omdat we geen gehoor kregen, duwde ik op het beltje van de eerste verdieping. De deur wordt via de parlofoon geopend. En op dat moment wordt beneden het appartement de deur geopend. En Kouwberg staat daar aan de deur. En hij ging schuurman zegt, meneer, zijt gij Kouwberg? En zegt hij ja. En hebt gij soms in de Van Beethovenlijn geweest, familie? Los op Schuurmans. Pang, pang, pang. En ik stond daar naast. Hendricks heeft nog een keer teruggevuurd. Schuurmans is dan buiten gesukkeld en is een 5-6 meter verder neergevallen.
Ik had een anorak vest aan. Ik heb die uitgedaan. Het was -2. -2, ik weet het nog goed. Het was -2 en het zweet liep zo van mijn rug. Hij zegt, Leo, ik voel dat bloed in mijn buik lopen. Hij zei, en dan doelend op zijn vrouw, ons jet nog zo jong en al zo vroeg, weten we, ik zijn er aan, Leo, zei hij. Ik ga naar de politiewagen en vraag onmiddellijk om bijstand en om een ambulance. Die ambulance die was er ogenblikkelijk. De agent Herman Schuurmans wordt zwaar gewond afgevoerd. Ondertussen had ik het wapen van Schuurmans genomen. Ik ben dan terug naar het autovoertuig gegaan en ik wilde nog eens vragen om bijstand van Rijkswacht, politie. Met dat ik de deur van de auto opendeed, ging het lichtje branden. Dan was ik een uitgelezen, zichtbare doelschijf voor Kouberg, die daar wat verder stond, met 200 kogels. Hè. Dat ging door pieuw, pieuw, pieuw. Och, langs mijn kop heen. Het was precies een Kouberg-film. Precies een Kouberg-film. Ik bukte maar en ik hoorde de deur terug dicht gaan. Dus Kouberg had zich weerom teruggetrokken. De agent om de hoek houdt de deur onder schot. Kouberg zoekt een andere vluchtweg. Dan is de rolluik van voor stilletjes naar omhoog getrokken. En Kouberg kwam naar buiten. Hij had een plastieke zak vast. Daar zat een long rifle met 200 kogels in. Ik loste 1 waarschuwingsschot, 2 en 3. En ik riep nog, stop ermee, het is al genoeg geweest. En hij is dan toch kunnen ontvluchten, verder achterin gelegen gebouwen. En juist op dat moment komt de combi van de Rijkswacht er al. Ik heb dan ook direct patrouille gedaan in de gebuurte, maar hij is de dag zelf niet meer teruggevonden. De opschudding is groot in het anders rustige Schotum. Ook de gemeentepolitie heeft zo'n gewelddadige nacht nog nooit meegemaakt. De gewapende dader is op de vlucht en een agent ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Agent Schuurmans wordt in totaal 3 maal geraakt. 1 schot, een gat in de kleren en niks in het lichaam. 1 schot is door de buik gegaan, vooral. En 1 schot was op borsthoogte, dus op de plaats waar vitale organen zitten. En gelukkig had die man van die uniformknoppen aan, met zo'n dikke koperen knoppen met een leeuwenembleem op. En die kogel is op die knoop afgeschampt en naar beneden gegaan. Zodanig dat hij eigenlijk niet in de diepte in de buikholte is kunnen dringen. Politieman Herman Schuurmans wordt meteen geopereerd en is buiten levensgevaar. Zijn collega's brengen ook diezelfde nacht verslag uit bij de procureur des Konings. Bij ter plaatse komen, verneem ik dan dat Kouberg een gezin vormde met Rina van Geldorp en hun zoontje Nicky. Jan Kouberg woont samen met Rina en hun zoontje in het huis waar zo net de schietpartij plaatsvond. En toen viel mijn Frank dat ook, het was er binnen helemaal stil, er was geen leven niet meer. Ik denk, ja, daar is ook iets gebeurd, hè. En dan zijn wij met de procureur daar binnen ook geweest en daar waren die 2 ook doodgemaakt. Hè. De vrouw ligt op haar buik, volledig toegedekt met de bedbekleding. En onder haar hoofd is er een plas bloed. Het kindje is ook volledig toegedekt. Men ziet alleen het bovenste van het hoofdje. En bij nadere vaststelling stelt de wetsdokter vast dat het kindje wellicht gewurgd is. De dokter draait het lijk om van Rina. En we stellen vast dat zij een schotwonde vertoont in haar voorhoofd aan de rechterkant. De balans van de gebeurtenissen is dramatisch. Yvonne Smits en haar ongeboren kindje zijn vermoord. En ook Rina van Geldorp en haar 5 maanden oude baby Nicky zijn om het leven gebracht.
De zus van Rina wordt als eerste op de hoogte gebracht. Ineens hoorde dan dat ze doodgeschoten. Dat brengt heel veel, alleen een hele schok. Ik kan het niet zeggen hoe dat ik het moet... De gruwel is niet te vatten. En het is bovendien verontrustend dat Kouwberg nog steeds spoorloos is. Hij is gewapend en deinst er niet voor terug om te schieten. Dat ondervond de politie van Schoten. Alle middelen worden ingezet om Jan Kouwberg op te sporen. Twee dagen lang is er van hem geen spoor. Tot de uitbater van een pension hem herkent in een opsporingsbericht. Wel omvangrijke politiemacht wordt hij dan gevat zonder weerstand te bieden, maar hij was wel in bezit van twee vuurwapens, zijn karabijn waarmee hij op de politie van Schoten had gevuurd en het geweerke waarmee de twee moorden zijn gepleegd. In het geweerke zat er nog een kogel. Het wapen was schietersklaar. De politie is opgelucht. De arrestatie van Kouwberg draait gelukkig niet opnieuw uit op een bloedbad. Hij had nochtans voldoende munitie op zak. Intussen zijn de speurders ook van het criminele verleden van Kouwberg op de hoogte. Hij was duidelijk niet aan zijn proefstuk toe. 15 jaar eerder, in 1964, werd in het Limburgse Rekum een tehuis voor kinderen overvallen. De overvallers waren vier mannen, onder wie Jan Kouwberg en een van zijn broers. Ze hadden het op de kluis gemunt. Ze hebben zich toegang verschaft. Twee zijn buiten gebleven. Kouwberg is binnengegaan. En er was een lichte weerstand van een van de verpleegsters of kinderverzorgsters. Een jonge vrouw van 22 jaar. En Kouwberg heeft die koelbloedig neergeschoten. Het eerste schot was niet dodelijk. Kouwberg wilde nog eens vuren, maar zijn geweer blokkeerde. Hij vluchtte en liet de verpleegster zwaar gewond achter. Hij is dan gevlucht en dan aangehouden geworden in Duitsland en dan tenslotte veroordeeld door het Hof van Assise in Tongeren tot 25 jaar dwangarbeid. Hij heeft die straf niet uitgezeten. Na 13 jaar is hij vrijgekomen. Dus na zijn vrijlating in de gevangenis van Leuven is hij bij een broer ingetrokken in Lanaken, een broer die een café openhield. En het is inderdaad dat hij dus zijn toekomstige vrouw of bijzit heeft leren kennen van geld op. Cesarina, Arinake genoemd door hem. Twee jaar na zijn vervroegde vrijlating wordt Jan Kouwberg opnieuw opgepakt na de schietpartij in Schoten. Hij is de hoofdverdachte van de moord op zijn vriendin Rina, zijn baby Nicky en op zijn buurmeisje Yvonne Smits. Naam? Jan. Kouwberg, Jan. Wat is uw beroep? Fabrieksarbeider. Ik snap het niet, hè? Wat snapte niet? Waarom? Waarom dat Rina dat allemaal gedaan heeft? Verrassend genoeg ontkent Kouwberg alles en schuift hij de schuld in de schoenen van zijn vriendin Rina. Rina van Gelderop komt uit een gezin van 12, maar ze heeft allesbehalve een gelukkige jeugd gehad. Mijn ouders hebben ons verwaarloosd. Die zaten alle dagen op café. Ik bedoel, dat ik die alle dagen uit café moest gaan halen, omdat wij moesten eten. Wij hadden anders geen eten, wij moesten alles zelf. Ik heb zelf vodden moeten gaan verkopen om geld te hebben voor te kunnen eten. Vanaf haar 8 jaar wordt Rina samen met haar broers en zussen geplaatst in een pleeggezin. Ze groeit op in moeilijke omstandigheden, maar wordt een zelfstandige vrouw die weet wat ze wil. En was ze niet op vieren? Een mooie vrouw was ze. Wat dat zij wou, dat moest zo gebeuren. Rina gaat verpleegkunde studeren en trouwt als ze 20 is. Maar 3 jaar later is het huwelijk al voorbij. Rina gaat bij haar oudere zus Hilda wonen. In die periode leert ze Jan Kouwberg kennen, die net ontslagen is uit de gevangenis na 13 jaar cel.
Het duurt een hele tijd voor Rine haar nieuwe vriend voorstelt aan haar familie. Na een tijdje wordt duidelijk waarom. En dan zagen we die van ver aankomen. Zeg, nu heb ik het wel door. Zeg, dat is vader en dochter die eraan komen. Het verschil was wel groot natuurlijk. Hè. 46 jaar en zij 24. Dat maakt een heel groot verschil. Des te meer dat dat een man was die toch uit een blijkbaar ander milieu kwam. Die een ander verleden had. Dus dat moest niet zo simpel zijn. En toch lijkt dat in het begin vrij goed te zijn verlopen. Al snel gaat Rina samenwonen met Kouwberg in Schotem. Kouwberg vindt werk in een fabriek in Deurne. Op zich was dat een hele vriendelijke mens tegen ons, in het begin. Hè. Maar dan zijn wij eens naar de Limburg gereden. En dan ben ik te weten gekomen wat dat die allemaal gedaan heeft. Kouwberg en zijn broers blijken beruchte criminelen te zijn. En ik zeg tegen Rina, ik ben bij ons niet geweest en wat werk ik allemaal. Ja, maar ze, je moet hem een kans geven. De zussen maken ruzie over Jan Kouwberg. Maar Rina is ervan overtuigd dat haar vriend zijn leven zal beteren. Zeg, jammer Rina. Ik zeg, dat is wel heel veel wat dat hem gedaan heeft. En die overval en zo, dat kunnen toch niet goedkeuren. Jammer, jammer. Dat bleef zo. Hè. Dan heb ik gezegd, ja. Ik ga naar huis. Ik zeg, je zult mij hier niet meer zien. Hilda weet dan nog niet dat Rina zwanger is van Kouwberg. In september 78 bevalt ze van haar zoontje Nicky. Op dat ogenblik was de verhouding tussen Kouwberg en Van Geldorp nog goed. Maar langzamerhand is dus toch die verhouding tussen die beiden verwaterd. En de grote oorzaak moet dan toch wel gezocht worden bij Kouwberg zelf. Kouwberg begon zich terug te trekken, isoleerde zich. De rolluiken moesten dicht. Hij wilde geen familiebezoek niet meer nemen. Hij was de laatste tijd veel korter van stof geworden. Hij maakte zich dikwijls kwaad. Hij had een geweer gekocht. Zij was er niet gerust in, want ze had schrik van wapens. Ze moest meer thuis blijven. Ze mocht mensen niet meer ontvangen. Of... Rina wil terug naar haar ex-man en zoekt weer contact met haar zussen. Ze neemt afstand van Jan Kouwberg. Ik was dadelijk zo blij dat ze dan thuis, dat ze terug belde, verlangd te komen. Zet ze even mij aan tafel. Ik heb zelf die kleine op mijn schoot gehad. 6 dagen later is Rina dood. En dan beschuldigt Kouwberg haar van moord en zelfmoord. Wat snapte niet? Waarom? Waarom dat Rina dat allemaal gedaan heeft? Je kunt niet geloven hoeveel spijt ik heb. Hij doet zich in zijn verhoren poeslief voor. Onderdanig. Je hebt niets gedaan, zegt je. Waarom moet je dan spijt hebben? Maar hij is totaal onbetrouwbaar. Ik had dat geweer niet mogen kopen, daarom voel ik me schuldig. Op 21 februari 1979 slaat de gruwel toe in Schoten. Yvonne Smits, 19 jaar, Rina van Geldorp, 24 jaar en baby Nicky, amper 5 maanden oud, worden koelbloedig vermoord. Hoofdverdachte is Jan Kouwberg, de echtgenoot van Rina. Na de moorden schiet hij een politieman neer en slaat hij op de vlucht. Hij wordt 2 dagen later opgepakt met een geladen geweer en een grote voorraad kogels op zak. Maar tijdens een verhoor ontkent hij staalhard. Tijdens een emotionele getuigenis beweert hij dat zijn vriendin Rina de moorden heeft gepleegd en dat ze daarna zelfmoord pleegde. Het was een merkwaardig verhaal natuurlijk, wat hij in het lang en in breed met zeer veel details aan de Rijkswacht een eerste maal heeft uiteengezet. Maar in het begin was hij echt heel goed met onze Nicky. Want ze speelden er echt heel veel mee. Maar dan zo de laatste 3 weken, ja, dan zag ik dat ze iets had tegen dat kind. Waarvan van die ogenblikken ze het echt niet meer kon verdragen. Ze had er echt iets tegen, zo. Dus je wist eigenlijk op voorhand dat ze het ging doen? Nee, belangen niet. Nee, dat kon ik nooit denken, nee.
Maar ja, ik heb haar zien liggen toen ik thuis kwam. Op dat bed. Met haar gezicht naar de deur gedraaid. En op haar voorhoofd werd er zo'n klein gatje waar er nog een beetje bloed uitkwam. Ja, het kan niet anders dan dat zij dat gedaan heeft. Hè. Kouwberg legt verder in detail uit hoe en waarom zijn vrouw het buurmeisje Yvonne Smit zou hebben vermoord. Er was te veel ongerijmdheden die dat in feite in heel het verhaal waren. Dus kortom, er werd een groot onderzoek gedaan. En mijn taak was het toen als commissaris om zijn verklaring te ontkrachten, zijn opgebouwde stelling te ontkrachten. Dus. Om het verhaal te controleren wordt een reconstructie van de feiten gehouden. De speurders nemen Kouwberg mee naar de plaats van de moorden. Kouwberg beweert dat hij een verhouding had met zijn buurmeisje Yvonne Smits. Op 21 februari ging hij naar haar appartement. Haar man was niet thuis en ze konden dus ongestoord seks hebben. Kouwberg zegt dat hun relatie al een tijdje aan de gang was en dat hij Yvonne zwanger heeft gemaakt. En toen ik bezig was met betrekking te hebben met Yvonne, werd er plotseling gebeld om de deur. En er nou ook geklopt. En wist je wie dat er aan de deur was? Ik niet, nee. Maar ik dacht wel een mannenstem te horen. En Yvonne zei dat ze die persoon kende, dat ik stil moest en dat hij dan wel zou weggaan. En waren die op dat moment volledig uitgekleed? Nee, ik had mijn broek naar beneden gedaan. Alleen maar. En Yvonne had haar slipje uit en ook haar nylonkousen. En ze had ook verder een lichtblauwe rok aan en een donkere trui met eronder een wit hemdje met losgemaakte knopjes en dan ook een losgemaakte BH. Nadat er geklopt werd, dan zijn ze toch direct gestopt, neem ik aan? Nee, we hebben gewoon voortgedaan. Ik heb dan mijn broek en mijn onderbroek aangedaan. En Yvonne heeft dan haar blouse terug vastgemokt en ook een slip en haar nylonkous terug aangedaan. En dan ben ik de deur gaan open doen. Maar Yvonne riep mij terug, want ze wilde nog een kus hebben. En op dat moment is Rina binnengekomen en die is direct beginnen te schieten. Met een long rifle, met een afgezouten loop en met een geluidsdemper. Ja, ze heeft vanuit de schouderstand geschoten. En die kogel heeft Yvonne geraakt en die is dan gevallen op haar zij, op de grond. Nadat Rina Smits heeft neergeschoten, loopt hij in paniek buiten. En dan op de trap komt hij twee rijkswachters tegen. De normale mensen zou toch zeker zeggen, hier, mijn vrouw of mijn vriendin wil mij neerschieten. Niks, hij loopt voorbij. Kouwberg beweert dat Yvonne aangekleed was toen Rina haar neerschoot. Maar de speurders vonden haar lichaam naakt, onder een deken op de sofa. Er is ook vastgesteld geworden dus dat haar kleren met geweld werden stuk getrokken. Onder andere haar bustehouder. Ja, dat moet Rina gedaan hebben. Hè. Ja. Ik kan ook niet weten wat er gebeurd is nadat ik ben weggelopen. Zijn antwoord was daar altijd op, ja, Rina, moest zij nog leven, zou zij kunnen zeggen, maar ik heb dat niet gedaan. Ik heb dat dus niet gedaan. Als je dan zegt, ja, maar hoe kan dat nu? Dat is toch ongerijmd? Ja, maar dan moet je dan haar vragen. Hè. En waarom zou Rina zoiets doen? Nou, dat weet ik niet. Jaloezie misschien? Jan Kouwberg heeft ook geen enkele verklaring voor wat er met de dode kat van Yvonne kan gebeurd zijn. Het dier werd dood aangetroffen in de badkamer, die vol bloed hing. Ze had een schotwonde en was met de kop tegen de muur geslagen. Van een dode kat in een badkamer, daar weet ik niks van, zegt hem. Ja, als dat gebeurd is, moet dat ook Rina gedaan hebben. Waarom, dat weet ik ook niet. Kouwberg beweert dat hij nadien volledig overstuur was en doelloos met de fiets heeft rondgereden. Ik ben een beetje rondgereden. En als ik thuis kwam, zegt hem, zie ik dat alles zo stil is. De lichten zijn uit. En dan ga ik naar de slaapkamer. En dan vind ik Rinake op het bed liggen. Naast de linkerkant. Dat klein wapentje, de loop in feite tegen haar hoofd. Wat heb je dan gedaan? Ik heb haar dan omgedraaid. Waarom heb je haar omgedraaid? Oh, dat weet ik niet. Om te zien of dat ze nog leefde, denk ik.
En dan? Ja, dan heb ik het geweer weggepakt. En dan ben ik naar het kindje gaan kijken. Ja, dan zag er een beetje eigenaardig uit. En ik heb zo dat voorhoofdje gevoeld en er zat geen leven meer in. Rina en hun baby Nicky waren volgens Kouwberg dus al dood toen hij rond 8 uur thuis kwam. Maar ook dat komt niet overeen met de vaststellingen van de speurders. Rina moet volgens de bevindingen van de wetsdokter vermoord zijn geworden rond 12 à 1 uur 's nachts. Want bij de lijkschouwing om 7 uur was het lichaam nog warm. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat diezelfde avond een dame een enquête kwam afnemen. Die enquêtrice komt samen met hem thuis. En hij zegt, nee, die komt niet met mij thuis. Ik kom thuis en iedereen is dood. Terwijl die enquêtrice zegt, ja, maar ik ben wel die datum gekomen. Nee, zij was de dag voor die gekomen. Dat wordt nagegaan bij wie ze allemaal geweest is. En dan herinnert Kou zich bij zich, ja, ik ben inderdaad samen met haar gekomen. En iedereen was nog in leven. En dan ben ik weer weggegaan en ben ik teruggekomen. En heb ik ze dood aangetroffen. Het was iemand die alles probeerde onder controle te houden. Hè? Die ook goed nadacht, die ook de hele tijd bezig was met zijn verhaal op te bouwen en een vorm aan te geven. Er is alleszins één feit dat Kouwberg natuurlijk niet kan ontkennen. De schietpartij met de politie. Maar wat hij hierover zegt, is al even ongeloofwaardig als de rest van zijn verklaringen. Ik was in paniek, zegt hij. En dan, s'nachts hoor ik in één keer op de deuren bonken, op de vensters bonken. Ik heb dan uit de bergkast een karabijn gepakt. Ik heb die geladen. En dan ben ik naar de deuren geweest om te kijken wie er was. Kouwberg Jan? Ja. Had je op dat moment een geweer in de hand? Ja. Ik heb de deur open gedaan en er stonden 3 à 4 mannen in de gang. En één daarvan is dan van die grote handen op mij gekomen. En ik heb, uit paniek en uit schrik, heb ik je dan geschoten. Hè. Hoeveel keer? Oh, dat weet ik niet. Een paar keer in ieder geval. Ik heb niet gezien dat dat politie was. Ik dacht, ja, wat komen die mensen doen? Dan ben ik toch kunnen ontsnappen, zegt hem. Dan heb ik grondgeduld. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik was radeloos. Ja, en dan op een bepaalde morgen zeg, ben ik opgepakt geweest worden door de Rijkswacht, zegt hem. Dus je beweert dat je onschuldig bent? Natuurlijk. Het is Rina die Yvonne vermoord heeft, dan het kindje gedood en dan zelfmoord heeft gepleegd. Kouwberg is een gepatenteerde leugenaar, maar hij doet zich in zijn verhoren poeslief voor, onderdanig, meegaande, maar hij is totaal onbetrouwbaar. Kouwberg blijft ontkennen, maar de speurders beseffen dat hij bijzonder gevaarlijk is en dat ook altijd is geweest. Hij werd in 1933 geboren in Lanaken. De ouders hadden 8 kinderen, 6 jongens en 2 meisjes, waarvan 1 meisje vroeg gestorven is. De vader werkte in de mijnen, bovengronds, en ging drinken. Hij zat op café. De moeder was onbekwaam enige opvoeding te geven aan die kinderen. Dus die kinderen deden wat ze wilden. De buurt waar de familie woonde stond zeer slecht aangeschreven. Die mensen hadden daar allemaal illegale wapens. Er werd daar gevochten, er werd gestroopt, omdat het dicht bij de bossen is. Er werd gesmokkeld, het was dicht bij de Nederlandse grens. En in het bijzonder de familie Kouwberg was zeer ongunstig aangeschreven. Zij werden gevreesd in de buurt. Men sprak van de clan Kouwberg, waarvan Jan Kouwberg de leider was. Kouwberg trouwde op zijn 19e en werd vader van 4 kinderen, waar hij niet naar omkeek.
Zijn gewelddadig karakter bereikte een eerste hoogtepunt met een moordpoging op de verpleegster in Rekum, die later zelfmoord pleegde als gevolg van de feiten. Ondanks zijn criminele verleden speelt hij nu de vermoorde onschuld en schuift hij nu de schuld in de schoenen van Rina. In die omgeving wordt er van kinds af aan ingehamerd, je mag nooit niet toegeven. Je moet bij de politie of bij het gerecht moet je altijd liegen. En dat doet Jan Kouwberg voortdurend. We kunnen niet geloven hoeveel spijt heb je. Maar je hebt niets gedaan, zegt je. Waarom moet je dan spijt hebben? Ik had dat geweer niet mogen kopen, daarom voel ik me schuldig. Maar waarom heeft Rina dat dan gedaan? Is toch duidelijk? Zeg het me. Maar uit jaloezie? Ik had dat geweer niet mogen kopen. Op den duur dan heb je wel van die vragen dat ik zeg, vertel nu eens de waarheid. Je hebt al 100 keer een uitvlucht gezocht, je liegt al 100 keren. Ja, maar ik heb toch altijd de waarheid gezegd. Ik vertel dat ik heb niet gelogen. Het is zo dat het gebeurd is dat ik het weet, zegt hem. De urenlange verhoren leveren de speurders alleen maar meer leugens op. Gelukkig geeft de plaats van de moorden meer informatie prijs. Zoals een bebloede handdoek in het appartement van Yvonne Smits. En op die doek hebben wij dus zijn voetspoor gevonden. Hij droeg geripte schoenen en die ribben waren duidelijk zichtbaar op die handdoek. We vinden bloedsporen van een kat op zijn broek en op zijn schoenen. Maar Kouwberg ontkent iets af te weten van een dode kat. Het bloed van het dier op zijn kleren is nogthans een duidelijke aanwijzing dat hij na de moord nog in het appartement is geweest. Er worden anderzijds geen bewijzen gevonden dat Rina in het appartement zou geweest zijn. Kouwberg liegt ook over de manier waarop Rina is gestorven. Dus uw vrouw heeft zich uitgekleed, ze heeft zich in bed gelegd, ze heeft die kleine in bed gelegd en ze heeft zelfmoord gepleegd. Dat is toch tegen alle logica? Een wapendeskundige kan hierover uitsluitsel geven. Dus de onderzoeksrechter heeft mij opgebeld om de zaak te onderzoeken. En ik krijg dus dat verhaal te horen, de controversie. Drievoudige moord of dubbele moord met zelfmoord. En dan heb ik gezegd, meneer de rechter, om een zelfmoord te analyseren, moet ik het lichaam zien. En hij mikt zo wat bezwaren in een trend van, is dat echt nodig, want het lichaam was al vrijgegeven. En ik meen dat hij gezegd heeft, maar die wordt vandaag begraven. De begrafenis wordt uitgesteld en de wapenexpert gaat aan het werk. Met het wapen waarmee Rina van Geldorp doodgeschoten is, heb je fenomenen die je bij een zelfmoord moet terugvinden op het lichaam. Enerzijds kruitincrustaties. Op het moment dat de kogel de loop verlaten heeft, zijn er nog verbrandende kruidpartikels met een temperatuur van rond de 300 graden en dezelfde snelheid aan de kogel die zich verspreiden en rond de ingangswonden echt incrustreren, inbranden op de huid. Door de analyse van de kruidincrustaties wist ik dat het wapen minimum 2 centimeter van het hoofd werd gehouden op het ogenblik van het schot. Een ander doorslaggevend element is de lengte van Rina's armen. Waren die armen lang genoeg om een wapen dat toch niet van de kortste was, zelf op haar hoofd te kunnen richten en dan nog de trekker te kunnen overhalen? De armen van Rina moesten dus langer zijn dan de lengte van het geweer tot aan de trekker, plus de 2 centimeter tot aan de schotwonde. En dan ben ik tot de conclusie gekomen dat haar armen te kort waren om het wapen zelf te kunnen bedienen voor een zelfmoord. Rina pleegde dus geen zelfmoord. Bovendien wordt op de vermoorde baby Nikki nog een doorslaggevend bewijs gevonden. Het kindje is gewurgd door een linkshandige en alleen Kouwberg is een linkshandige. Je zou beter de waarheid zeggen, jong. Zeg jij nu? Dat ik een dader ben? Die keek los door je ben. Het was beangstigend. Hij zei, in mijn leven ben ik altijd van alles de dupe geweest.
21 februari 1979 vermoordt Jan Kouwberg zijn buurmeisje Yvonne Smits, zijn vriendin Rina van Geldorp en hun 5 maanden oude baby Nicky. Rina werd amper 24 jaar. Allee, wie doet nou zoiets? Allee, dat brengt echt, dat is echt onbeschrijfelijk. Het is nu 35 jaar geleden, maar dat gaat echt niet weg. Kouwberg houdt vol dat Rina de moorden pleegde en dat ze daarna zelfmoord pleegde. Nochtans zijn er heel wat bewijzen die hem tegenspreken. Hij heeft nooit afgeweken van die versie, ofschoon wij meer en meer materiële elementen vonden die totaal in strijd waren met zijn versie. Je zou beter de waarheid zeggen, joh. Wat zeg jij nu? Dat ik een dader ben? Nou wel, dat ben ik niet. De wapenexpert toonde onomstotelijk aan dat Rina onmogelijk zelfmoord kon hebben gepleegd met het wapen. Ook de moord op Yvonne Smits kon helemaal niet gebeurd zijn zoals Kouwberg beschreef. Hij zegt, zij zat op een stoel met de rug naar de deur en ik stond aan de andere kant van de stoel met mijn gezicht naar de deur en we waren elkaar een afscheidskus aan het geven. En opeens staat Rina van Geldorp daar en die schiet Yvonne Smits dood. Kouwberg demonstreerde tijdens de reconstructie nauwkeurig deze versie van de feiten. Hij liet zien in welke schiethouding Rina stond en wees ook aan waar Rina zich bevond toen ze Yvonne doodschot. En dan heb ik aan de hand van de anatomische kogelbaan kunnen bewijzen dat zijn versie gewoon onmogelijk was. Ik neem aan dat Jan Kouwberg wel wist dat Yvonne Smits van achter in de rug getroffen was. Dat klopt ook zo, de ingangswonde was in de rug. Maar de kogelbaan was niet van achter naar voor, die was heel scherp, van links naar rechts. Dus de schutter stond eerder naast dan achter. Na alle onderzoeken hebben de speurders dan ook een heel ander idee over de feiten zoals ze zich hebben afgespeeld op de beide locaties van de moorden. De avond van 21 op 22 februari gaat hij naar het appartement waar dus het gezin Smits Michielse woonachtig was. Hij wist dat Yvonne thuis was en dat de man was gaan werken. Hij is met zijn fietsen naartoe gereden en had een wapen bij zich. Een karabijn, .22, waarvan de loop was ingekort met een 20 centimeter, waarvan al het houtwerk was verwijderd, waar in feite ook de kolf van weg was. Dus heel eenvoudig, je kon dat tussen een broekriem steken en niemand zag dat. Blijkbaar had Kouwberg zijn zinnen gezet op die 19-jarige vrouw. Vermits hij ze kende, is hij allicht zonder problemen bij haar binnengeraakt. Wat is er juist gebeurd? Waarschijnlijk dat zij geweigerd heeft op zijn avances in te gaan. Er ontstaat een schermutseling. Toch slaagt Yvonne erin zich los te rukken. Met zijn geweerke, dodelijk en gevaarlijk wapen, heeft hij haar langs achter neergeschoten. Volgens de wapendeskundige in ieder geval werd ze in de rug geschoten, zodanig dat zij in feite de aorta werd geraakt en dat de vrouw op slag dood was. Dus doelgericht heeft hij geschoten om ze te vermoorden. En heeft hij nadien blijkbaar geslachtsbetrekkingen en met haar onderhouden op de sofa? Kouwberg dekt nadien het lichaam af en bij het buitengaan schiet hij ook de kat neer. Kat is een taai dier en die was dus niet op slag dood. En die heeft hij dan vermoedelijk vastgepakt en die heeft hij in de badkamer met de kop tegen de muur geslagen, zodanig dat die schedel verbreid was. Bij het buitengaan aan het appartement ontmoette hij 2 rijkswachters. De rijkswachters kwamen nietsvermoedend voor een heel andere zaak langs bij een van de bewoners van het flatgebouw. Hij gaat die gewoon voorbij, die hebben niks aan hem bemerkt, dus het is een man die ook koelbloedig kan zijn.
Kouwberg gaat naar huis, maar daar is een mevrouw op bezoek die een enquête komt afnemen. En hij gaat weer weg. Wanneer hij laat die avond weer thuis komt, liggen Rina en hun baby Nicky al te slapen in bed. Maar Kouwberg blijft ontkennen. Speurders en nabestaanden hebben het raden naar zijn motieven. Het feit dat hij Van Smits heeft vermoord, er was geen onmiddellijke aanwijzing voor. Geen wraak of zo. Tenzij dan natuurlijk dat hij afgewezen werd door die vrouw, terwijl dat hij gestuurd was door seksuele verlangens. De gerechtspsychiater ziet wel een duidelijk motief voor de moord op Rina van Geldorp. Hij had geen toekomst meer met die vrouw, denk ik. Hè. En die moest daar ook voor boeten, natuurlijk. Hè. Voor hem, met zijn karakterstructuur, is altijd de ander de schuld. Hè. Dus als de relatie misliep, dan was dat natuurlijk haar schuld. En daarom moest zij weg, en het kind ook. Drie jaar na de feiten in 1982 komt de zaak voor het Hof van Assise. Jan Kouwberg pleit nog steeds onschuldig. Wanneer er geen bekentenissen zijn, is er natuurlijk altijd mogelijkheid om de twijfel te pleiten. Dat is trouwens hetgeen dat de verdediging heeft gedaan. Maar ik denk dat de feiten dermate vaststonden dat er geen grote twijfel meer was over de schuld. Ik moest daar getuigenis afleggen. Het was maar een kleine getuigenis. Maar ik zag daar Kouwberg zitten en die keek los door je wijn. Het was beangstigend. Die keek gewoon los door je wijn. Zo. Kouwberg gedraagt zich gedurende het hele proces opvallend ongeïnteresseerd. Er zijn slechts twee momenten die hem blijkbaar geïnteresseerd hebben. Dat is op het ogenblik dat de wapendeskundige zijn verslag deed en op het moment dat hij het geweerke als overtuigingsstuk nog eens kon manipuleren. Treffend natuurlijk, want dat was het moordwapen waarmee al de feiten zijn gebeurd. Op 5 februari 82 wordt Jan Kouwberg veroordeeld tot de doodstraf. Op het moment dat de voorzitter de doodstraf uitsprak, blijft een beklijvend moment als men iemand hoort veroordelen tot de doodstraf, wel wetende dat ze niet meer wordt uitgevoerd. Maar het is natuurlijk een teken van gradatie in de straffen. De doodstraf wordt automatisch omgezet naar een levenslange celstraf. Omdat Jan Kouwberg eerder al veroordeeld werd, kan hij volgens de wet Lejeune ten vroegste na 21 jaar vervroegd vrijkomen. En zelfs dat is met zijn criminele voorgeschiedenis hoogst onwaarschijnlijk. Hij is vertrokken voor een heel lange tijd achter de tralies. En gedurende vele jaren lijkt Jan Kouwberg een echte modelgevangene. Hij is zeer aandachtig. Je neemt alles zeer goed op. En hij wist eigenlijk het gevangenisreglement, dat gebaseerd is op hunsten enzovoort, maximaal te gebruiken in zijn voordeel. Kouwberg is er dan in geslaagd om toch heel wat vertrouwensposten te krijgen. Hij was koster in de gevangenis. Hij werd tuinman van de gevangenis. Hij was vandaar iemand die men kon betrouwen. Wanneer men hem iets vroeg, hij deed het. Hij ging nooit moeilijkheid zoeken. En zo is er zover geraakt dat hij een beetje een vertrouwensfiguur was voor de directeur. En die zijn tuin ging gaan doen en hem op een vrij vlotte manier aansprak. Hij had een zeker macht verworven.
Door zijn goed gedrag krijgt Jan Kouwberg in het midden van de jaren 90 toestemming om één keer per jaar onder begeleiding de gevangenis voor een dag te verlaten. Later wordt dat systeem zelfs uitgebreid tot 4 uitstappen per jaar. De jaren gaan voorbij. Kouwberg heeft al 18 keer een dag buiten de gevangenis doorgebracht. Maar de 19e keer gaat het fout. Hij wou deze keer naar de zee gaan. Het was ook een prachtige dag. Wat er die dag in juni 2003 gebeurt, wordt later gedetailleerd gereconstrueerd. Blijkbaar wilde hij dan naar een natuurreservaat gaan. Chris Timmerman werkt als psycholoog in de gevangenis en hij begeleidt Kouwberg naar het tuinengebied Westhoek. Ik kon niks anders dan daarmee instemmen, want het was ook mijn opdracht geweest om tijdens de uitgang, en zo werd dat letterlijk gezegd, achter het gat van Kouwberg lopen en ervoor zorgen dat hij bij het verstrijken van de uitgang om 20 uur terug in de gevangenis is. Het is die dag heel warm en de duinen zijn verlaten. Kouwberg zoekt een plaats uit om zijn lunch op te eten. Ik had mijn boterhammen bij en ook een slaatje, want ik wist dat Kouwberg niet op restaurantbezoek ging. En toen ik klaar was met mijn picknick, is hij rechtgestaan, is hij naar zijn sportzak gegaan. Hij heeft daar een koek uitgehaald die hij had gekocht in de bakkerij. En hij vroeg dan aan mij het mes van de picknick. Ik heb daar eigenlijk geen punt van gemaakt, omdat ik uit ervaring wist dat Kouwberg inderdaad bijtproblemen had. Kouwberg krijgt het mes, snijdt de koek en biedt zijn begeleider een stuk aan. Op het moment dat ik wilde bijten, heeft hij mij dan met dat mes aangevallen. Het is zo dat Kouwberg met het mes vooruit in de richting van de hals van Timmerman heeft gestoken. Daarbij brak het mes af op een bot in de halsstreek. Het is zo dat hij eigenlijk veel geluk heeft gehad, het slachtoffer, want op een haar na was de messteek eigenlijk van zijn slagader verwijderd. De schermutseling is voort blijven duren. Hij heeft nog een aantal messteken in de borststreek gekregen. Maar Timmerman slaagt er toch in om uit de greep van Kouwberg te geraken. En uiteindelijk nam hij onmiddellijk de benen. Het is zo dat Timmerman naar de in- en uitgang van het natuurreservaat zijn gelopen is. De psycholoog kan de hulpdiensten verwittigen en wordt naar het ziekenhuis gevoerd. Kouwberg wordt intussen met man en macht opgespoord. Dankzij een tip kan Kouwberg na 24 uur op vrije voeten weer worden ingerekend. Later bij de reconstructie van de feiten komt opnieuw de echte Kouwberg naar boven, zoals de speuters hem in 1979 hebben leren kennen. Hij ontkent in alle talen dat hij zijn begeleider heeft aangevallen. Ik heb gezegd, Chris, mag ik dat mes hebben? Ik heb er een koek bij voor die te snijden. En hij heeft gezegd, ja, neem het maar. Dus ik heb een koek genomen. Ik ben hier nog bij Chris gekomen. Ik heb dat mes dus genomen. Ik heb de koek doorgesneden. Ik ga dus in de hand leggen. En ik ben zo gevallen op hem. Zo ben ik op hem gevallen. Hij zei, in mijn leven ben ik altijd van alles de dupe geweest. Dat is het laatste dat hij mij gezegd heeft. Ik heb die zin in de tekst geschreven, omdat hij zo karakteristiek was dat eigenlijk de dader zich kon bijna voorstellen als slachtoffer in alle situaties van die in zijn leven zijn gebeurd. Hij is de dupe niet. Hij heeft de feiten duidelijk gepleegd, koelbloedig, voorbereid, geredeneerd, de aftocht gezocht. Waar ga ik naartoe? Het is allemaal geslaagd. 7 jaar later, in 2010, wordt Jan Kouwberg veroordeeld tot een extra gevangenisstraf van 12 jaar voor poging tot doodslag. Die 12 jaar extra boven levenslange straf, die ook in zijn geval levenslang was, maakte voor hem helemaal geen verschil uit. Hij heeft daar denk ik geen enkel moment wakker van gelegen. Een moordpoging op zijn 30ste, 3 moorden op zijn 46. En opnieuw een moordpoging op zijn 70ste. Dat is de trieste balans van de criminele carrière van Jan Kouwberg. Hij stierf uiteindelijk in de gevangenis toen hij 80 was. In die 80 jaar leefde hij bijna 50 jaar in de gevangenis. Gelukkig was hij daarmee een grote uitzondering.